Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 5 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Jullie hebben een estate gemaakt woensdag en het lijkt me leuk om daar samen even naar te kijken. Dus laten we even kijken naar de toets. Dit is hem. Nou, dit herken je, hoop ik. 10 vragen, 36 punten. 36 punten is niet zo gek veel. En dan beginnen ze met allemaal algebra, dingen herschrijven. Niet jullie favoriete onderwerp. Maar laten we even kijken. Dus, som 1. We hebben de formule. F is 12 min 10 gedeeld door n plus 1. En ze willen weten wat n is. Dus, wat ik dan zou doen is, ik zeg van dat minteken vind ik vervelend. Ik breng die hele 10 gedeeld door n min 1 naar de andere kant. En dan doe ik die f ook naar de andere kant. En nu heb ik dus iets van de vorm. Breuk is getalletje. Je kan twee dingen doen. Je kan zeggen, dat doe ik dan gedeeld door 1. Doe ik het allemaal keer elkaar en dan ben ik van breuken af. Je kon ook zeggen, ik ga gewoon die b en die c verwisselen met elkaar. Dus dan krijg je 10 gedeeld door 12 min f. Is gelijk aan n min 1. En n is dan gelijk aan 10 gedeeld door 12 min f. Plus 1. Dan staat er niet dat je de breuken dat je het als één breuk moet schrijven. Dus dit is goed. 2 punten waard. Mooi. Oké. Gaan we naar som 2. Druk R uit in P. Als gegeven is dat P is 3R gedeeld door R min 5. Oké. Dan gaan we de formule maar even opschrijven. Dus P is 3R gedeeld door R min 5. En ze zeggen druk R uit in P. Daarmee bedoelen ze, maak een formule voor R. Met P erin. Hè. Dus, nu helpt het de wisseleigenschap niet. Die willen echte breuken even weg hebben. Dus we gaan die keer die doen. Dus we krijgen P keer R min 5 is gelijk aan 3R. En dan krijgen we hier PR min 5P is 3R. Dan hier PR min 3R is 5P. En dan halen we de R eruit. Dus dan krijgen we P min 3. Keer R is 5P. Dus R is 5P gedeeld door P min 3. Nou, dat is hem. R is zoveel P. Dat viel wel mee. Als je denkt van ja, maar hoe moet ik nou weten dat ik het zo moet aanpakken? Je kan het vergelijken met bijvoorbeeld deze. Als je zegt 5 keer x min 3 is bijvoorbeeld 10 of zo. Even iets wat mooi uitkomt. Dan even kijken. Ik wil even een beter voorbeeld hebben. Doe 9. Hier ga je de haakjes uitwerken. Dan krijg je 5x min 15 is 9. En zoals hier, we hebben ook de haakjes uitgewerkt. En dan dat ding waar geen R in zit, breng je naar de andere kant. Dus dan krijg je 5x is 24. En dus dan krijg je x is 24 gedeeld door 5. Nou, deze berekening lijkt erop, maar hij is niet echt helemaal analoog helaas. Maar dit is iets wat je sinds de tweede klas al kan, of sinds de eerste klas. En hier doe je eigenlijk hetzelfde, maar dan is er meer dan één letter. Dus dat is eigenlijk wat je aan het doen bent bij vrijmaken en zo. Dingen die je al kan, maar dan als er meerdere variabelen staan. Dan zeggen ze bij 3. Schrijf de formule x is 10 keer 2i tot de macht 4,2 in de vorm i is zoveel x. Rond af op 2 decimalen. X is 10 keer 2i tot de macht 4,2.
En dan, nou, die 10, die hebben we gewoon. Dan hebben we hier 2 tot de macht 4,2. Dus 2 tot de macht 4,2 en i tot de macht 4,2. Hoezo dan? Nou ja, we hadden een regel dat als je had a keer b tot de n'de, dan kreeg de a zo'n n en die b ook. Dus in dit geval, de 4,2 gaat naar de 2 en naar de i. Dit laten we gewoon even lekker staan. We gaan dan aan het eind wel uitrekenen. En we willen de i is dus die 10 en die keer 2 tot de macht 4,2 willen we niet. Dus we gaan dat doordelen. En dan zeggen we i is, i tot de macht 4,2 is x gedeeld door 10 keer 2 tot de macht 4,2. En dan willen we ook nog van die 4,2 af. Dus dan ging je een kunstje doen. En dat wil ik even illustreren met een kleurtje. Wat je doet is, je gaat aan beide kanten dezelfde macht doen. Als twee getallen gelijk zijn, je doet aan beide kanten dezelfde macht, dan zijn ze nog steeds gelijk. Tenzij aan één kant iets een negatief getal op of zo, dan moet je een beetje uitkijken. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Als je hier i tot de macht 4,2 tot de macht 1 gedeeld door 4,2 doet, dan krijg je gewoon i. En hier krijg je een heleboel bagger natuurlijk. Krijgt die x tot de macht 1 gedeeld door 4,2. En je krijgt die andere zooi tot de macht 1 gedeeld door 4,2. Dus 1 gedeeld door 10 keer 2 tot de macht 4,2. Tot de macht 1 gedeeld door 4,2. Nou, dit kan je nog uitwerken. Je kan zeggen, ik ga die 10 een tot de macht 1 gedeeld door 4,2 geven. En die 2 wordt dan weer gewoon een 2. Maar ja, dat boeit ons hier niet. Dus we gaan dit ding gewoon in zijn geheel even intoetsen. Dus, dan krijgen we. Haakje openen. 1 gedeeld door 10 keer 2 tot de macht 4,2. En zo. En dat helemaal tot de macht 1 gedeeld door 4,2. En dat is 0,29 kennelijk, als ik het goed heb gedaan. Het moest op 2 decimalen. En die x tot de macht, ja, dat is 1 gedeeld door 4,2. Dat moeten we ook even uitrekenen. 1 gedeeld door 4,2, want dat moeten we ook op 2 decimalen geven. Dat is 0,24. Oké, dat is mooi. Goed, gaan we naar zo'n 4. Ze zeggen, ik heb een formule, schrijf het in de vorm dat het maar 1 wortel heeft. Oké, nou, hoe moet dat? Dus we hebben hier zo'n 4. En we hebben hier s is de wortel van 144xi plus 3 keer de wortel van 9 keer xi. Nou, wat je moet weten is dat als je in de wortel een vermenigvuldiging hebt staan, dat je die vermenigvuldiging mag loshalen. En dat werkt niet alleen bij een vermenigvuldiging. Het werkt ook bij een deling. Als je hebt wortel a gedeeld door b, dan is dat wortel a gedeeld door wortel b. Dat heb je hier niet nodig. Ik zie hier een vermenigvuldiging van 144 en xi. En ik zie hier een vermenigvuldiging van 9 en xi. Die xi die hou ik bij elkaar, want die staan in het antwoord ook bij elkaar. Dus het heeft niet zoveel zin om dat los te halen. Dus dan krijg je de wortel van 144 keer de wortel van xi plus 3 keer de wortel van 9 keer de wortel van xi. Maar de wortel van 144... dat is een mooi getal. Dat weten jullie natuurlijk allemaal. Maar als je het niet weet, kun je het aan je rekenmachine vragen. Dat is 12. En de wortel van 9 is ook een mooi getal. Dat is 3. En 3 keer 3 is 9. Dus hier staat eigenlijk 9 keer xi. En als ik dat dan optel, dan krijg ik 21 keer de wortel van xi. Ik had hier vergeten te zeggen wortel, maar het is een wortel. En nu staat het goed. Nu is a gelijk aan 21. En nu heb ik het in deze vorm geschreven. Goed, nou dat was de hoofdstuk 5 som, zeg maar. Dan gaan we nu naar de hoofdstuk 6 som. En die heet fietsen verhuren. Een fietsverhuurbedrijf verhuurt fietsen per dag. Het bedrijf heeft 60 fietsen in de verhuur, waaronder 20 van merk A. Oeh, dit doet me denken aan een vaasmodel. Wacht even, een vaasmodel. We hebben van merk A hebben we 20 fietsen en van merk B hebben we 40 fietsen. Of in ieder geval niet van merk A. Maar ik denk dat om onze schrijfwijze wat makkelijker te maken, ik kan de hele tijd niet A gaan opschrijven. Maar ik noem het gewoon even categorie overig en dat is merk B. Dat kunnen meerdere merken zijn, maar dat is niet van belang voor de som, denk ik. Oké, op een dag huren 6 klanten een fiets. Bereken de kans dat hiervan niemand een fiets van merk A meekrijgt. Oké, nou, de fietsen worden verhuurd per dag.
Dus je kan, per dag, één fiets kan maar één keer worden verhuurd per dag. Dus dit is zonder terugleggen. En zonder terugleggen, dat kon je doen met Laplace. Je ging hier de categorieën schrijven, de A en de B, eigenlijk de niet-A. En onderin het totaal. En dan zeg je nou, van de 20 fietsen van merk A wil ik er 0. En van de 40 fietsen van merk B wil ik er 6. En van de 60 fietsen in totaal wil ik er 6. En dan reken je dit uit. Nou, 20 NCR 0 is gewoon 0, dus doen we lekker niet. Dus dan moeten we even de NCR zoeken. Die zit hier bij probability, gek genoeg. Combinatoriek, dit is hem, zie je dat? N boven K. Dus dan krijg je 40 NCR 6 gedeeld door. En dan moet je nog een keer dat ding pakken, maar hij staat er nog. Handig. En 60 NCR 6. En hier komt het getalletje uit. En dat is een kans. En meestal doe je kans op 3 decimalen. Dus ik zou hier zeggen 0,077. Maar als je meer decimalen opschrijft, dan vind ik het ook goed. Oké, som 6. Op een dag huren 10 klanten een fiets. Berekende kans dat hiervan maximaal 2 klanten een fiets van merk A meekrijgen. Maximaal 2. Maximaal 2 is 0, 1 of 2, toch? Dus ik wil eigenlijk gewoon hier de kans op 0 fietsen even, als ik het niet netjes noteer. Want ja, kansvariabel heb je nog niet gehad bij hoofdsucces. Ik wil de kans op 0 fietsen van merk A plus de kans op 1 fiets van merk A plus de kans op 2 fietsen van merk A. En die kansen kun je dan allemaal berekenen met je Laplace gedoe. Zie je dat? Je kan het zelfs nog iets makkelijker maken, want van de 60 fietsen heb je er steeds 10. Dus die gedeeld door 60 NCR 10, die kan je ook aan het eind doen. En dan zeggen we hiervan nou, van de 20 fietsen van merk A wil ik er 0 en van de 40 overige fietsen wil ik er 10. En van de 20 fietsen van merk A wil ik er 1. En van de 40 overige fietsen wil ik er 9. En van de 20 fietsen van merk A wil ik er 2. En van de 40 overige fietsen wil ik er 8. Dus wat ik nu doe is, ik ga diep, dus diep is die doen. En dan delen we door die 60 en 10. Dat is het makkelijkst. Dus we gaan eventjes, we maken alvast eventjes de gedeeld door. En dan bovenin gaan we allemaal NCR met elkaar vermenigvuldigen. 20 NCR 0 is 1, dus die ga ik ook niet noteren. Dus ik begin met 40 NCR 10. 40 NCR 10, ja, plus 20 NCR 1 is van 20, dus het is 20 keer 40 NCR 9. En plus, en dan hebben we hier nog een keer dit ding. 20 NCR 2. Keer, dat gaat waarschijnlijk automatisch, maar toch even een keer, 40 NCR 8. Dus dat is de bovenkant van de breuk en aan de onderkant krijg je dan de 60 NCR 10. Dus nog eens NCR 60 10. Ja, er komt ook een kans uit en dat is kennelijk 0,278 afgerond op 3 decimalen. Oké, som 7. Op 6 achtereenvolgende dagen blijkt dat er 's ochtends bij de controle een fiets en lekker. Blijkt dat er 's ochtends bij de controle een fiets en lekker band te hebben. Loopt niet helemaal volgens mij, maar dat maakt niet uit. Bereken de kans dat hierbij geen enkele fiets van merk A bij is. Hier, oké. Ja, net zat ik hem even door te lezen en toen viel ik me niet op, maar nu zeg ik iets van oké. Nou, dat snappen de kinderen vast wel. Even kijken, bereken de kans dat hierbij geen enkele fiets merk A is. Ja, oké, dus dat lijkt een beetje op som 5. Want bij som 5 pak je 6 fietsen, zeg maar. En dan wil je weten wat de kans dat er geen enkele van merk A bij is. En bij 7 is dat ook zo. Maar bij 7 is het met terugleggen. Want je hebt elke dag begin je met je 60 fietsen. Dus het is bijna hetzelfde als vraag 5, maar het is ook anders. En deze kan je het beste doen met de kansbreken methode van meneer Snel. Weet jullie nog? Dus hoe zat het ook alweer? En de methode Snel, die werkt eigenlijk voor het fasemodel. Bij het fasemodel is de volgorde, de kans hangt niet af van de volgorde. Dan kan je dit doen. Dus 1, kies volgorde. Volgorde maakt niet uit, maar je moet er eentje kiezen om iets te kunnen berekenen.
En dan stap 2 is dat je de kans berekent op die volgorde die je hebt gekozen. Stap 3 is dat je het aantal volgordes berekent. Meestal is dat iets met NCR. En in de laatste stap ga je dan je antwoord van 3 en je antwoord van 2 met elkaar vermenigvuldigen. Dus dat gaan we hier doen. Dus we gaan zeggen, ik wil er geen één van merk A hebben op 6 dagen. Dus dan wil ik er eentje van merk B. Dan wil ik er nog eentje van merk B. 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 Zie je dat? 6 van merk B. Nou, dan moeten we deze kans berekenen. Nou, er zitten er 40 van merk B en 20 van merk A. Dus dat is gewoon 40/60ste. Ofwel 2/3. Hè? En die heb je dan gewoon 6 keer achter elkaar. 2/3 keer 2/3 keer 2/3 keer 2/3. Aantal volgordes. Nou, van de 6 wil ik een 0. Dus dat is gewoon 1. Dus ik kan me voorstellen dat jullie bij deze som gewoon hebben gezegd, oh, dat is 2/3 tot de macht 6. Dus ja, dat is gewoon goed natuurlijk. Dus we doen 2/3. En dan wil ik deze hele breuk tot de macht 6 doen. Nou is de notatie van deze rekenmachine een beetje waardeloos. Ik denk wel dat dat goed werkt. Ja, zie je dat? Hij heeft de 2 tot de 6 gedaan en de 3 tot de 6 ook. En hij heeft ook stiekem, terwijl we op enter drukten, de notatie even aangepast. Maar ja, dat vind ik wel een beetje een zwak punt. 0,088. Oké. Okay. Nou, en dan de laatste. Op 3 achtereenvolgende dagen vuurde het bedrijf elke dag 6 fietsen. Berekenen kans dat er op 1 van deze dagen minstens 1 fiets van merk A wordt meegegeven. Oké. Okay. Dus dit zijn eigenlijk 2 vragen. Je gaat eerst kijken wat er op 1 dag gebeurt. En dan moet je allemaal dingen doen en zo. Dus oké. Okay. Laten we eens kijken wat er gebeurt op een dag. Dus we gaan kijken naar een dag. Wat is de kans dat daar minstens 1 van merk A komt? Goed. Minstens 1. Er worden elke dag 6 fietsen verhuurd. Minstens 1 betekent een kans op 1, plus een kans op 2, plus een kans op 3, plus een kans op 4, plus een kans op 5, plus een kans op 6. Dat is een hoop werk. Dan moet je 6 kansen uitrekenen. Dus wat je dan gaat doen is zeggen, nee, ik ga niet direct deze kans berekenen. Ik ga zeggen, ik ga gewoon 1 minder kans berekenen op 0 fietsen van A. En dat kan ik wel. Dit hebben we alles uitgerekend. Want als je 6 fietsen huurt, de kans dat niemand een fiets van merk A heeft, dat hadden we al uitgerekend, dat was deze. Alleen, we hebben hem natuurlijk niet op zoveel decimalen, maar we moeten er straks wel mee doorrekenen. Dus we kijken even of we hem hier nog in de rekenmachine hebben staan. Deze. Dit antwoord gaan we gebruiken. Dus 1 min 0,076 puntje, puntje, puntje. Oké. En dus dan moet dit eigenlijk, moet ik 1 min dit doen. Dus dan doe ik dit even keer min 1. En dan plus 1. En dat, die kans is dus 0,92. Oké. Nog wat, we gaan het mee verder rekenen. Alleen je eindantwoord moet je echt netjes afronden op zoveel decimalen. Tussenantwoorden kun je zo opschrijven. Doe je het ook niet verkeerd. En je kan in je rekenmachine kan je er lekker mee verder werken. Oké. En dan moet er precies op één van die dagen moet dit gebeuren. 3 achtereenvolgende dagen. Dus nou doen we weer de methode van Snell. Dus dan gaan we zeggen, precies 1. Dus de eerste dag wel en de tweede dag niet. En de derde dag ook niet. Niet wel. Ja, een beetje raar om het zo te zeggen, maar ik heb het wel gedaan. Oké, de kans dat er wel minstens 1 fiets van merk A wordt verhuurd is die 0,92. Puntje, puntje. En die kans op niet, dat is natuurlijk de rest, dat is 1 min. Die 0,92. Zo. En die heb je 2 keer. Aantal volgordes, nou dat zijn 3 dagen. En op 1 dag heb je wel. Hè, dus 3 NCR1, dat is dan gewoon weer 3. We hebben wel genoeg NCR's ingetoetst vandaag. Dus niet erg dat het hier niet nodig is. En dit rekenen we dan uit. Dus nou, dit zou ik met ANS doen. Dus dan doe je 3 keer ANS keer 1 min ans tot de tweede. Zo.
En dat is een tamelijk kleine kans. 0,01. Maar niet zo'n hele kleine kans dat je met je wetenschappelijke notatie moet gaan werken. Dus dat is wel weer lief van meneer Baum. Stelsels. Een stelseltje. 5x plus 6i is 16 en 15x min 2i is 3. Er staat niet bij dat het algebraisch of exact moet, zie je dat. We gaan even met de rekenmachine kloten om te kijken of die het ook kan. Dus we gaan naar de solver. En dan gooien we die... Gooien we een vergelijking erin. Stelseltje, hebben we hier een voorbeeld van stelseltje? Nee, we moeten gewoon zo doen. Oké, dus dan doen we 5x plus 6i. Moet je deze pakken. 6i is 16. Dat is een vergelijking. En nog een vergelijking toevoegen. 15x min 2i. Zie je dat? Nu heb ik een voorbeeld gepakt en dan kan ik gewoon de getallen invullen. Min 2i is 3. Oké. Nu heeft hij een stelsel van gemaakt, zie je dat? En dan zeggen we solve the system. En dan zegt hij x is een half en y is 2/1/4. Maar goed, dat is natuurlijk flauw. We gaan het ook even gewoon met de hand doen. En dan gaan we kijken of we op hetzelfde uitkomen. Dus 5x, maar ja, sectonomen mag het wel. 5x plus 6i is 16, want dit onderwerp komt niet op het examen. Dus je hebt er verder niet zoveel aan. Het is de laatste keer dat je het ziet. 15x min 2, tenzij je de herkansing gaat maken. Min 2i is 3. Oké, we moeten de x of de y moeten we elimineren door ergens mee te vermenigvuldigen. Nou, we zouden de bovenste keer 3 kunnen doen en van elkaar afhalen. Dan heb je 15x en 15x. We zouden ook de onderste keer 3 kunnen doen en de bovenste keer 1. En dan bij elkaar optellen. Dan vind ik optellen makkelijker. Dus ik ga de onderste keer 3 doen. Dus dan krijg ik de bovenste verandert niet. Dat wordt 5x plus 6i is 16. En min 45x keer 3, hè? Keer plus 3 was het. Ik had per ongeluk hier keer min 3 gedaan. Min 6i, kijk dan valt het straks mooi weg, is 9. Nou, optellen. Dus dan staat er 50x is 25. Dus dan is x een half. Hey, dat had de rekenmachine ook, dat is fijn. Hoeveel breek je dan de y? Je kan die half kan je invullen ergens. En nou heb je hier allebei dat er een oneven getal staat. Dus je krijgt sowieso te maken met breuken. Laten we die bovenste maar pakken. Dus dan doen we 5 keer x... plus 6 keer i is 16. En de x heb ik ingevuld en de y wil ik berekenen. Dus 5 keer een half is 2,5. Dus dan krijg ik 6i is 16 min 2,5. En dat is dus 13,5. En i is dan 13,5 gedeeld door 6. Je kan het gewoon intoetsen in je rekenmachine. Je kan het ook boven en onder keer 2 doen. Dan staat er 27... gedeeld door 12. En dan kan je dan 24 uithalen. Dan zeg je, dat is 24 twaalfde plus 3 twaalfde. Die 24 twaalfde, dat is je 2. En die 3 twaalfde is je 1 vierde. Dan heb je je 2 1 vierde. En dat is hetzelfde wat die rekenmachine hier ook heeft. Dat is leuk. En dit misbruik van de rekenmachine, dat kun je voortzetten bij deze som. Het toegestaande gebied V is gegeven door de gecombineerde ongelijkheid bla bla bla. Maximaliseer die functie. Wat je eigenlijk moet doen is, je moet dit gaan tekenen. Dat gaan we natuurlijk ook zo doen. Maar ik wil even laten zien dat je rekenmachine ook kan. Hebben wij in de klas een heel veel TI-mensen die dat nog niet kunnen. Dus als ik dit vooraf uitgebreid had verteld, was het misschien een beetje oneerlijk geweest voor de TI-mensen, weet ik niet. Maar goed, het is altijd gezeik met die rekenmachines. We kunnen gewoon die ongelijkheden laten tekenen. Kijk maar. Beginnen met deze. X is groter dan 0. Dan moeten we hier even zoeken. Hier. Groter dan of gelijk aan 0. Zie je dat? Omdat we formules aan het invullen zijn, weet hij al dat we gekke symbolen nodig hebben. Y is groter dan 0. Hier. Zie je dat? Nou moeten we 4x plus i is groter dan 6 invullen. Dus dan doen we
4x plus y is groter dan of gelijk aan 6. Ja. En het zijn wel veel. 4x plus 5y is groter dan of gelijk aan 10. Okay. 4x plus 5y is groter dan of gelijk aan 10. Zullen we maar even kijken of we het goed hebben. En dan hebben we ook nog 3x plus 2y is kleiner dan 18. Klein of gelijk, gelukkig, want anders heb je de lijn niet. En 3x plus 5y is kleiner of gelijk aan 30. Dan gaan we die doen. 3x plus 5y is kleiner dan of gelijk aan 30. Oké. Okay. Dus even controleren. We hebben x is groter dan 0. Xy is groter dan 0. 4x plus y is groter dan of gelijk aan 6. 4x plus 5y is groter dan 10. Ja, en dan hebben we 3x plus 2y is kleiner of gelijk aan 18. 3x plus 5y is kleiner dan of gelijk aan 30. Oké. Okay. Nou, en dat kun je dan gewoon tekenen. En dan zeg je, ja, maar hier heb ik helemaal niks aan. Want ja, hier gebeurt iets. En we moeten het gebied hebben wat aan de goede kant van alle lijnen ligt. Dus we gaan de auto even uitzetten. En we gaan naar de assen toe. En als we nou gewoon de x's laten lopen van 0 tot 10 of zo. Even kijken wat er gebeurt. Zo. En y ook. Van 0 tot 10. Ja. Confirm. Ik wil wel tekenen, maar ik wil zien hoe het eruit ziet. Ja. Oh ja, oké. Okay. Dus, en dan moeten we het gebied hebben wat eigenlijk het zwaarst gearceerd is. Nou, dat kan ik niet zien. Oké, okay, we gaan het wel gewoon met de hand doen. Ja, ik dacht van, oh, dat is wat makkelijk met die rekenmachine. Maar als het zoveel lijnen zijn, dan is het moeilijk. Pak even de ruitjes erbij. En we gaan gewoon even een beetje berekenen. Dus, nou, de x, het som 10, de x is groter dan 0 en de y is groter dan 0. Dat zijn gewoon de y-as en de x-as. Die tekenen we zo wel. Maar ik wil even kijken hoe groot alle getalletjes worden, zodat ik het netjes kan tekenen. Dus 4x plus y is groter dan of gelijk aan 6. Als je x is 0 invult, dan krijg je dus y is 6, dan krijg je 0,6. En als je y 0 invult, dan krijg je x is 6 gedeeld door 4, dus 1,5. En laten we ze ook even een naam geven. Deze noemen we even 1. Oké, okay, vergelijking 2. Dat is 4x plus 5y is groter of gelijk aan 10. Als we dan x gelijk stellen aan 0, dan is y gelijk aan 2. En als we y gelijk stellen aan 0, dan is x gelijk aan 2,5. Oké, okay. dat is 2. Gaan we naar 3. Dat is die 3x plus 2y is kleiner of gelijk aan 18. Dus als x is 0, dan is y gelijk aan 9. En als y is 0... dan is x gelijk aan 6. Oké. Okay. En die laatste. 4. Hè, in Romeinse cijfers. Romeinse cijfers zijn heel erg onhandig eigenlijk. Maar goed. 3x plus 5y is kleiner of gelijk aan 30. Oké. Okay. 3x plus 5y is kleiner of gelijk aan 30. Dus als x is 0. Dan is y 6. Nou ja, die zie ik in de rekenmachine ook. Dat zullen die twee wel zijn, zie je dan. En als y is 0, dan is x 10. Oké, okay, dus x loopt van 0 tot 10. En het liefste eigenlijk in stapjes van een half. Even kijken hoe ver we komen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, we kunnen dat netjes tekenen. Dus dan nemen we gewoon 20 hokjes. Oké, okay, dit vind ik wel een beetje onduidelijk. Duidelijk wordt het niet. Oké.
En dan kunnen we die halve ook netjes tekenen. Dus dit is 0, dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En hier ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Nou, x is groter dan 0, dat is de y-as. En dan moeten we die kant op. Y is groter dan 0, dat is de x-as. Dan moeten we die kant op. En deze lijn, lijn 1, van 0 en 6 van dit punt naar 1,5. En als we daar 0 invullen, dan staat er 0 is groter dan 6. Maar dat is niet waar. Dus dat betekent dat de goede kant van deze lijn is die kant. Deze lijn, die gaat door 0,2 en door 2,5 0. Dus dat is die. En ook als je hier 0 invult, staat er 0 is groter dan 10. De oorsprong is dus niet de goede kant van de lijn. Dus de goede kant van de lijn is die kant. Dan 3x plus 2y is gelijk aan 18. Als x is 0 is y 9. Oké. En als y is 0 is x 6. Die. En als ik 0 invul voor x en y, dan vul ik de oorsprong in. 0 is gelijk aan 18. Dus de goede kant van de lijn is die kant. En dan hebben we ook nog 3x plus 5 is gelijk aan 30. Dus dan hebben we hier ook die 0 en die 6. En gaat die naar 10. Nee, 10, 0 moet het zijn. Zo. Oké. Dus je gaat zo. Hier naartoe. En als je hier de oorsprong invult, dan is dit de goede kant. Dus wat is nou het gebied wat we eigenlijk graag willen? Dat is dit gebied. Het moet aan de goede kant liggen van alle lijnen. Dus dit gebied. En de rekenmachine die probeert dat wel aan te geven. Maar omdat er zoveel verschillende kleuren door elkaar zijn, is het eigenlijk niet duidelijk. En wat je eigenlijk nog zou kunnen doen, bedenk ik. We kunnen natuurlijk die assen gewoon weglaten. Want als we kunnen ons window gewoon zo instellen dat er automatisch aan is voldaan. En als we deze dan uit hebben gezet, zo, en we gaan hem opnieuw tekenen, dan zou het net iets minder onoverzichtelijk moeten zijn. Ja, in ieder geval, het gebied ziet er wel hetzelfde uit, maar dat kan je alleen maar zien als je een stukje omhoog schuift. Omdat hier die coördinaatjes ook nog eens een keer aan het weergeven is. Maar oké, leuk. En het is wat platter gedrukt, waardoor het er net iets anders uitziet. Maar het is wel hetzelfde volgens mij. Goed, dat is leuk. En nu hebben we dus het toegestaande gebied getekend. Daar zullen alvast wel veel punten in zitten. Maar nu moeten we een winstfunctie maximaliseren. En de functie die we moeten maximaliseren, dat is deze, 24x plus 30y. W, 24x plus 30y. En dat kon je op een aantal manieren doen. Je kon het doen met de hoekpuntmethode. Je kan al die hoekpunten berekenen en dan die hoekpunten invullen in W en kijken wanneer het maximaal is. Maar er was een makkelijkere manier en dat was om de isolijn te tekenen en die dan te gaan schuiven. En voor het tekenen van de isolijn moet je een punt bedenken waar de isolijn doorheen gaat. Dus ik ga gewoon eventjes met mijn isolijn aan de slag. Ik ga een isolijn maken door het punt 3,0. Dus dan zeg ik, nou, stel je voor dat x is 3 en y is 0. Wat is w dan? Nou, w is dan 24 keer 3 plus 30 keer 0 is 72. En dan zeg ik van, oh, maar dan kan ik nu zeggen van, ik wil dat de winst 72 is. Maar de opmerking winst is 72, dat is een isolijn. Dat is de lijn waar de winst 72 is. Maar hoe moet je die lijn dan tekenen, meneer? Nou, je zegt gewoon 24x plus 30y is 72. En dan, als je x berekent, krijg je 72 gedeeld door 24. Maar dat was die 3 waar we mee begonnen waren. Maar we kunnen nu ook y berekenen. Y is 72 gedeeld door 30. En dat is een of ander lelijk getal. Kijken wat de rekenmachine zegt. Iets met 2. 2 en een beetje. 2,4. Oh, kan erger. 2,4. Oké. Hé, dat is hier. Zie je dat?
Dus ik heb hier een isolijn. En die hoort hier. Nou, ik wil graag ook nog een wat langere isolijn hebben. Dus ik ga ook een isolijn maken bij 6. Je kan ook beredeneren van, oh, die winst neemt vast wel toe als ik die kant op ga en dan gewoon meteen schuiven en klaar. Maar ik wil er nog eentje hebben die wat langer is, dan kan ik daar straks lekker mee gaan schuiven. Dus komt die, we gaan zeggen, als x is 6, nemen we i 0, dan is de winst 24 keer 6. En dat is natuurlijk het dubbele van 72, dat is 144. Dan krijg ik dus de isolijn. Deze isolijn hoorde trouwens bij winst is 72, hè? Nu gaan we de isolijn maken bij winst is 144. Dus 24x plus 30i is 144. En dan gaan we x gelijkstellen aan 0. En i is dan 144 gedeeld door 30. En dat is het dubbele van 2,4. Dat is 4,8. Dus hier. Zie je dat? Oké. Okay. Nou, nu hebben we geleerd dat als die isolijn naar boven schuift, dat de winst toeneemt. Dus dat is leuk. En nu zoeken we eigenlijk het laatste punt waar die lijn in komt als ik hem evenwijdig ga opschuiven. En dat gaan we even proberen. We gaan de lijn nog een keertje tekenen. Zie je dat? En nu kunnen we de lijn gaan opschuiven. Dat kunnen jullie natuurlijk niet zelf. Maar jullie kunnen met die geodriehoekenlijn evenwijdig opschrijven. Dan ziet hij is in het gebied, in het gebied, in het gebied, buiten het gebied. Aha, het laatste punt waar hij in het gebied zit is hier. En ik weet hoe hoger ik hem schuif, hoe hoger die waarde is van die w. Omdat de w toeneemt als ik mijn lijn opschrijf. Dus nu kan ik concluderen dat hier het maximum zit. Welke lijnen waren dat? Dat waren die twee laatste lijnen. Hè? Dit was lijn 4. En dit was lijn 3. Dus dan moet ik lijn 3 en lijn 4 met elkaar snijden. En dan moet ik nog eventjes zeggen wat x en y dan is. Er staat trouwens maximaliseren. Er staat niet of je dan ook nog die maximale w moet uitrekenen. Ik denk dat dat niet nodig is. Ik ben benieuwd wat in het antwoordmodel staat. Oké. Maar meneer Boon doet meestal geen rare dingen. Dus dan krijgen we hier 3x plus 2y is 18. Hebben we kijken eventjes de lijnen. Niet de gebieden, maar alleen maar de lijnen. En 3x plus 5i is 30. Nou, die kunnen meteen van elkaar af. Dus dan krijg je hier min 3i is min 12. Dus i is 4. He, min 12 gedeeld door min 3 is 4. Dus i is 4. Dat klopt ook met onze tekening. Dat is fijn. En x is dan, neem de bovenste, bijvoorbeeld 3x plus 2 keer 4 is 18. Dus 3x is 10. Dus x is 10 derde, ofwel 3, 1 derde. En dat klopt ook. Ja, nou, mooi getekend. Wat goed van mij. Ja, is leuk als het een keer goed gaat. En dan voor de zekerheid kan ik ook nog even die w berekenen. Dat is volgens mij hier niet vereist, maar het is wel leuk om even uit te rekenen. We willen toch weten wat die maximale w is. In ieder geval meer dan 144 verwacht ik. Dus 24 keer 3 1 derde. Dat is fijn, dan gaat die breuk weg. 3 1 derde op deze rekenmachine toets je zo in. Als je dat als komma-getal intoetst, maakt hij nooit meer een breuk. En nu rekent hij exact met breuken, dat is op zich wel grappig. Dus 24 keer 3 1 derde plus... En dan 30 keer i. En i was 4. Dus plus 30 keer 4. Geeft een maximale waarde voor w van 200. Oh, mooi antwoord. Oké, nou. Dat was de toets. Dus dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij digit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil, snel die huil. Peter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil, snel die Peter,
als je het onverschrikt. We'll be right back.